Coronamelder uit achtergekomen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Ze waren nog niet ziek, maar ze kregen wel de melding dat ze in de buurt van een positief getest persoon waren geweest. Na een test bleek ook zij een virus bij zich te dragen. De ministerie van Volksgezondheid moet dus van groot belang om de zinnen van besmette mensen zonder klachten helpt in de strijd tegen het coronavirus. In een woonzorgcentrum in het Friese Vooruitgebeen is de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Begin deze maand waren er opvallend veel besmettingen in het centrum. Uit een Seabreeze blijkt dat zeker 2 bewoners besmet zijn met het Britse virus. Na een test gisteren onder 59 bewoners bleken 21 van hen corona te hebben. De GGD in Friesland gaat ervan uit dat het ook om de besmettelijke variant gaat. Schriftekenaar RG uit 1936 geveild voor bijna 3,2 miljoen euro, een recordbedrag. Vooraf werd de waarde tussen de 2 en 3 miljoen euro ingeschat. De tekening was eigenlijk bedoeld voor de omslag van het kuifjealbum De Blauwe Lotus. Maar de uitgever weigerde hem destijds vanwege de hoge kosten van de gebruik. Het noorden van het kans op natte sneeuw. Het is dan in het noorden en westen rond het vriespunt en in het zuiden en oosten min 3 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Morgen blijft het overwegend droog bij maximaal 4 graden. Tot zover het radionieuws. Alweer een nieuw uur op Radio Seabreeze. Zet je radio slim op 95 FM.